Hey, hoi! Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een vibra-shaplag voor je, maar dat had je natuurlijk aan de titel al gezien. Ik heb hier achter mij op de stoel outfitjes liggen, of althans bovenkleding. Want ik noemde laatst in een van de eerdere video's al dat ik wat ben afgevallen. En een aantal dingen zitten mij dus niet meer zo leuk en ik ben dus af en toe eens op zoek naar wat nieuws. En ik volg Jel. Misschien wel leuk om eventjes te delen, want misschien vind jij dat ook wel heel leuk of misschien ken je haar wel. En zij deelt betaalbare mode voor de Nederlandse vrouw, zeg maar. En ik vind het gewoon een hele leuke vrouw. Die deelt heel veel leuke content wat mij betreft. En bij haar zag ik een blouseje voorbij komen die ik onder andere gekocht heb. Dus dat zal ik zo meteen laten zien. En verder heb ik nog een aantal andere, een beetje random dingen. Ook nog wat voor Sa aan kleding, wat ik meer toevallig, zeg maar, tegenkwam. En omdat ik weet dat je shoplog zo leuk vindt om te zien, dacht ik, ik deel er weer eentje met je. Ik ga gewoon random beginnen. Wat ik wel vaker koop bij de Vibra is dit. Dit is voor in de tuin, voor de vogeltjes. Deze pot die stop ik zo in een vogelhuisje die ik heb gemaakt tijdens mijn revalidatieperiode. En deze potten kosten bij Vibra maar €1,50. Ik heb ze nog nergens ook zo goedkoop gezien. Mocht je ze wel ergens anders nog goedkoper hebben gezien, laat het me vooral even weten. Maar deze die vinden de vogeltjes die hier bij ons in Twente wonen. Heel lekker. Want deze gaan er met een paar dagen. Als ik hem erin stap, dan is die vaak alweer leeg. En dan hebben we dus heel veel gezellige, met name kleine vogeltjes in de tuin. En dat vind ik super leuk. Dus daar heb ik er 4 van gekocht. En dan hebben we dus voorlopig even weer wat. Toen was ik dus op zoek naar de vogelvoer, zeg maar, die vogelpindakaas. En toen liep ik langs de handschoenen en toen zag ik deze. Deze heb ik gekocht voor Max. Want hij heeft nu een paar die ik gekocht heb in het begin van de winter, die gewoon eigenlijk veel te groot zijn. En hij heeft een paar die te klein zijn. En ik dacht qua hoe deze eruit ziet, hier staat op 9 à 10 jaar. Max die is 7, maar die is vrij groot voor zijn leeftijd. Dat ik dacht, nou volgens mij is dit een hele mooie maat. En ik heb al bij verschillende winkels gekeken en elke keer vond ik het niet. En toen kwam ik dit dus eigenlijk met toevallig tegen. Dus deze mag hij passen, die heb ik hem nog niet laten zien. Maar dan hoop ik dat die passen en hebben we hopelijk nu niet meer nodig dit seizoen. Of tenminste niet heel veel, maar dan hebben we in elk geval van volgend jaar weer. En ik dacht, ik koop zwarte, want dan kan Saas eventueel later ook aan. En die handschoenen die waren dus €5. Nou, dan een koopje. Ik heb al eens eerder ook al verteld, maar volgens mij zei ik dat in de eerste of de tweede video ook weer. Ik koop heel graag op Vinted, met name voor de kinderen. Maar nu ik zelf toch wel behoorlijk wat aan het afvallen ben, koop ik ook af en toe voor mezelf wat. Met name van merken waarvan ik weet dat het maar gewoon goed zit en welke maat ik nodig heb. Ik heb bijvoorbeeld veel, een beetje die fluffy truien waar je me wel vaker in ziet. Die zijn van Garcia, dat vind ik een fijn merk. En daar weet ik dus nu, ik moet de truimaat M hebben bijvoorbeeld. En als ik dan een leuke zie op Vinted, ja, dan koop ik dat daar gewoon voor mezelf. Maar voor de kinderen koop ik dus ook heel veel via Vinted. Alleen nou zag ik dus bij Vibra dit hele leuke rakje in de opruiming. En het is dus een beetje een broderie stofje met een glimmetje in de band. Dat vindt ze helemaal leuk. En echt zo'n zwierrakje. Ik kwam dit dus toevallig tegen. Dit rakje kost normaal €7 en daar ging nu 75% korting af. Dus dit nieuwe rakje heb ik nu voor €2 en een paar cent. 10 cent of zo. Nou ja, daarvoor kan ik het niet laten liggen. Hij is nu nog wat te groot, want het is 122, 128. Ze heeft nu 116, 122 ongeveer. Het lijkt me vrij breed, maar voor de zomer super leuk. Dus misschien weer. Deze die kon ik niet laten liggen. En dan had ik ook deze gezien, want dat kwam ik eigenlijk tegen. Zulke soort stofjes, daar zie je me in de zomer ook wel vaker mee. Ik vind dit heel leuk. En hier zit dus ook een beetje een pofmoutje nog aan. Ik weet niet of je dat zo kunt zien. Jawel, hè? Met dus een elastieke boordje. Deze heb ik ook in 122, 128 gekocht. Dus denk ik ook nog wat ruim, maar dan past hij in ieder geval in de zomer. En deze kost €5,99. Dit is volgens mij wel een nieuwe collectie. Hadden ze ook andere kleuren van, maar ik vond deze roze kleur het mooist. En ik hoop dat Sarah dit ook leuk vindt en dan kunnen we een beetje twinnen. Want ik kan het al even laten zien. Ik heb dus ook zoiets. Want ik sta hier toch naast mijn kledingkast. Even kijken. Ik heb het in heel veel kleuren, maar ik heb dus onder andere deze. Ik weet alleen niet of dit nog past natuurlijk in het voorjaar. Deze heb je me wel vaker in kunnen zien. En ook deze.
in het wit. Maar dat is dus echt, nou ja, precies hetzelfde stafje. Ja, ik was daar helemaal blij van. Ik vind het heel leuk. Ik heb het ook in het groen en in het okergeel. En ik heb heel veel van deze. En deze zijn van Jacqueline de Jong. Die heb ik volgens mij ooit via Weekamp koop ik wel vaak ook wat voor mezelf. Maar ook bij dit weet ik dus nu, hè, dit vind ik leuk. Dus dan zoek ik daar gewoon heel specifiek op Vinted. Alleen dit is maat XL. Dus ik voorzie dat als ik dit weer aandoe, dat dat niet meer past, zeg maar. Maar goed, dan kan ik altijd nog op zoek naar wat nieuws van mezelf tegen die tijd. Maar ik word gewoon helemaal blij van dit soort stofjes. Dus deze. Dan liep ik de winkel binnen en zag ik een actie staan. Dat heeft Jubra wel vaak op die kopstellingen, weet je wel. Robijnstralend wit. Ik gebruik eigenlijk alleen een robijn voor de zwarte was. Maar ik heb deze, zag ik nu echt voor een mooie prijs. Volgens mij 4 euro in mijn hoofd, 3,99. En ik rook en toen dacht ik, oh, die ruikt heel lekker. Dus die ga ik een keer proberen. Ja, hoe dat bevalt. En daar staat al met wit versterkers. Dus ik denk, nou, misschien dat het wel heel fijn wast. Dus dat gaan we een keertje proberen. Nou, en dan zag ik allemaal al hele leuke paasitems liggen. Die laat ik nog even zien en dan ga ik verder naar de kleding. En ik vond dit helemaal leuk. Hier staat dus op Happy Easter op de onderkant. Maar dit is dus een plateautje waar je dus kaas op kunt zetten. Mocht je mijn Action Shop blog hebben gezien van laatst, heb je gezien dat ik ook kaarsen daar kocht. En dat was ook een beetje zo'n groenige kleur. Nu heb ik nog niet gekeken of dat helemaal leuk matcht. Maar ik vond dit super leuk voor op tafel beneden, bij de televisie zeg maar, bij de salontafel. En ik zag daar ook nog een beetje een off-white kaas. En nou ja, dit is dus van Vibra, deze heb ik dus nu gekocht. Maar ik denk, ja, dit matcht leuk. En als dan die groene er ook nog mee matcht en dan nog een mooi houten kande, of hoe noem je dat, vaccinelichtje houder of zo. Ik denk, dat vind ik heel leuk. Dus dit ga ik binnenkort even leuk neerzetten. En dat zal ik wel even een keer in een vlog laten zien. Want dat is denk ik wel leuk om even te zien hoe dat wordt. Maar ja, ik was altijd wel blij van dit soort kleine dingetjes voor in huis, zeg maar. Dus deze heb ik nog bij Vibra gekocht. Ik kijk of hier de prijs op staat. Ja, deze is €2,99. En volgens mij was deze €2,10 of zo. €2,20. Zoiets. Nou, niet zo heel duur, staat er niet op. Maar nou, die dus. Dan is het nu tijd om je de kleding te laten zien. Kijk, dit is de trui. Hij heeft dus een beetje van die grappige mouwen. Ik zal hem ook even aandoen, dan kun je het zien. Deze trui heb ik hier in maat L aan. En ze hebben hem ook in het zwart met wit gestreept in plaats van wit met zwart, zeg maar. Hij kost €15,99. En dit is dus maat L, maat 40, zeg maar. Ik vind hem alleen ietsjes te wijd voor mij. Bij de borst vind ik hem wat te wijd en de mouwen zijn wat te kort. Mag je maar langer volgen, dan weet je misschien dat ik 1,87 meter ben, dus best wel heel lang. En ja, ik heb gewoon het lange vrouwenprobleem dat mouwen altijd te kort zijn. Bij deze dus bijvoorbeeld niet. Maar bij veel truien die ik koop of shirtjes, dat is vaak gewoon te kort. Dus daar moet ik echt op letten. En eerder was ik natuurlijk wat zwaarder, dus dan kocht ik gewoon XL, XXL. En dan is vaak de mouw ook wel langer en dan paste het wel. Maar nu merk ik, als ik dus af en toe wat nieuws koop, dat het nou ja, niet altijd even goed meer past aan de mouwen. Nou ben ik ook wel iemand die graag zeg maar, zo de mouwen iets opstroopt en dan dus nou ja, het een soort van driekwart laat zijn. Maar als het kouder is, dan is dat natuurlijk niet zo fijn. En dit is wel echt een trui, zeg maar. Wel meer een voorjaarstrui natuurlijk, maar nou ja, deze die gaat helaas terug. Dit vind ik nou ja, helaas niet helemaal mijn ding, zeg maar. Hij is ook wat dun, dus hij kijkt ook iets wat door. Nou is dat op zich ook niet erg als je er gewoon een topje of iets onder doet. Maar al met al is dit mij niet helemaal mijn ding. Dus die breng ik terug. En dan heb ik nog een hele leuke. Deze had ik dus gezien bij jou. Op Instagram, op haar account. Deze hele leuke blouse met deze bolletjes, die ga ik ook even passen. Laat ik het je even zien. Daar heb ik een bijpassend topje bij. Dat kun je niet zo heel goed zien als ik het aan heb. Maar daar heb ik dus, ik zal het eventjes hier laten zien, een bijpassend spaghetti topje bij. Met een leuk kantje erin. Heel leuk. Dit is een naadloze ondergoedstofje, zeg maar. Die wat zeg maar zo heel zacht is. Ik zal eens even kijken wat voor materiaal dat eigenlijk is. Het staat er wel op. Naadloos. Polyamide en elastaan. Dus het is niet van katoen. Dat dacht ik toen ik het bij jou op Instagram zag wel.
Ik heb niet zo vaak wat van deze stofjes. Ik hou heel erg van katoenen dingen eronder. Maar juist daarom dacht ik, misschien is het nu wel een keer leuk. Deze is dus ook oranje en deze kost dus €4,99. Deze kocht ik in L en die zit mij gewoon goed aangesloten. Dus dat is heel leuk. En die past dus heel mooi hieronder. Het is wel ietsjes donkerder, zoals je wel kunt zien. Maar dat vind ik niet erg. Dit is meer rood-oranje en dit is wel echt oranje-oranje. Nou ja, en ik ben wel heel blij met deze. Ik vind het heel leuk staan. Hiervan heb ik dus ook maat L gekocht. En in de winkel zag ik hem ook nog in het blauw. En nog in het zwart. Die blauwe vond ik iets minder wat voor mij. Want ik draag ook wel vaker blauwe spijkerbroeken. En die blauwe blauw vind ik dan niet altijd even mooi. Dus ik dacht oranje, ja, is wel leuk. En ik ben wel benieuwd of jij het ook leuk vond. Eerst twijfelde ik heel erg. Met name omdat ook deze mouwen dus te kort zijn. Alleen deze mouwen hebben dus, zoals je misschien wel kon zien, van deze elastieke borden, waardoor je hem dus een beetje zo kunt laten opplooien. En het dus ook net lijkt, zo net als deze, alsof het driekwarts is en dat het zo hoort. Dus, maar ik word hier toch wel heel blij van. Ik zag eerst deze beelden, want ik heb dit dus al gisteren even gepast. En toen dacht ik, zie ik er nu zo uit en is dit wel leuk? Maar nou, nu ik er vaker naar kijk, word ik er wel echt heel blij van. En vind ik het voor het voorjaar gewoon wel heel leuk. Dus ik ga die andere trui terugbrengen. En ik denk er nog even over als ze dus ook in een elletje de zwarte nog hebben. Dat ik misschien toch ook nog de zwarte koop. Want ik vind het toch stiekem wel ja, echt wel heel leuk. En heel anders dan wat ik normaal draag. Dus dan is het wel een mooie aanvulling, denk ik. Alleen ik vind wel dat ik hem dus in de broek moet dragen, zeg maar, aan de voorkant. Want anders is het wat wijd en wat ja, raar. En de achterkant is dus ook vrij lang, zoals je wel kunt zien. Dus ja, dus die hou ik. En ik ga proberen deze video een beetje spoedig op YouTube te zetten. Voor mij nu ten opzichte van de tijd dat jij hem nu kunt zien, zeg maar, dat hij online komt. Zodat jij misschien ook nog kans hebt om hier naar te kijken en deze wellicht te kopen voor jezelf. Dus ja, dat zijn natuurlijk collecties die nu maar tijdelijk zijn. En ik begreep ook dat binnenkort de voorjaarscollectie er weer aankomt. Wat natuurlijk logisch is qua tijd van het jaar. Goed, dat was hem. Dit was de shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het heel leuk om hem op te nemen. En ik merk ook dat ik, nou ja, van dit soort dingen lekker enthousiast word. En heel snel ga praten. Daarmee maak ik mezelf ook erg moe. Dus ik ga nu even weer stappen. En even wat anders doen. Even rust nemen. Ik wil je heel graag bedanken voor het kijken. En als je hem leuk vond, doe een duimpje omhoog. Zou ik heel tof vinden. En daarmee help je me ook enorm. Laat me vooral ook even weten wat jij van deze blouse vindt. En of je hem wellicht zelf ook gaat bekijken bij Vibra. Ik ben al een keer eerder verrast geweest over iets wat ik bij Vibra heb gekocht. En nou ja, dat was ook redelijk recent. En dat mensen zeiden, dat moet je niet vertellen hoor, dat het van de Vibra is. En ik zei, nou, ik vind het gewoon leuk dat het van de Vibra is. Want Vibra heeft echt best wel leuke dingen af en toe. Dus ja. Dat hou ik een beetje in de gaten en dat komt dus mede door jou. Goed, dankjewel voor het kijken en ik zie je heel graag in de volgende video. Zorg even dat je abonneert als je dat nog niet hebt gedaan. Tot dan, doei doei!